Ik tel zometeen van 3 tot 0. En wanneer ik 0 zeg en jij liked de video, dan open ik de kist die voor me staat. Ik heb geen idee wat erin gaat zitten, maar ik hoop op het beste. Like challenge gaat beginnen. 3, 2, 1, 0. Like! Oh, jongens! Ik zie Armor. En Armor is I-O-I-A. Altijd fijn. En ik zie een kist gevuld. Ik ben een beetje oneerlijk geweest in het intro. Ik zei namelijk dat ik niet wist wat erin ging zitten. En dat is ook wel waar. Ik wist niet wat erin zou gaan zitten. Maar ik wist wel dat het iets speciaals ging zijn. Ik heb namelijk iemand de opdracht gegeven om deze kist te vullen. Met dingen waarvan veel mensen het episch zouden vinden als het in Minecraft zou worden toegevoegd. En een van die dingen gaat het geheim zijn achter de Enderman. Het geheim van de Enderman. De manier waarop de Enderman voortbeweegt, teleporteert en overal maar van weg komt. Dat is iets waar wij achter gaan komen. En daarvoor heb ik, ja, dit is hem, de Ring of Blink. Veel mensen weten het niet, maar dit ringetje is wat een Enderman continu met zich meedraagt. En ook gelijk de reden, de manier waarop een Enderman zichzelf voortbeweegt. En we weten allemaal wat ik daarmee bedoel, want een Enderman die beweegt zich namelijk maar op één manier voort. En dat is door teleportatie. Als het goed is, kan ik met deze ring exact hetzelfde wat een Enderman ook kan. En ik ga jou laten zien wat dat is. Oh, guys. Die geluiden, die maken mij serieus blij. Want die tonen namelijk aan dat dit inderdaad klopt. Dit is wat een Enderman gebruikt om zichzelf mee te teleporteren. Dit is awesome. Nu we dat hebben, gaan we door naar een aantal andere dingetjes. Een van die dingetjes is niks minder dan de zeer epische, driedimensionale, en geloof me, dit is gaaf, Pompoen Launcher. En ik ga jullie exact laten zien wat je daarmee kan. Daarvoor heb ik een aantal villager-eieren nodig. Of een aantal villagers, kan ik misschien beter zeggen. En wat ik vervolgens doe, wanneer ik genoeg pompoenen met mij meedraag, dat is heel belangrijk, is ik vuur ze af. Oh, jongens. Ta. En ta. Oh, dat ging niet helemaal volgens plan. Ta. Dat ging beter volgens plan. Dit is een pompoenenwerper. En I don't know waarvoor je dit zou kunnen gebruiken naast mensen proberen om te bekogelen met pompoenen. Maar het ziet er awesome uit. Het is awesome. Het is echt een... Ik kan mijn gezicht niet eens meer zien, jongens. Ik ben letterlijk undercover. Ik kan letterlijk mijn gezicht niet zien. Nou goed, dit is in ieder geval wat het is. Het is een pompoenlauncher. Het is een geweer, een machine waarmee je pompoenen kunt afleveren. Iemand bestelt een pompoen en jij komt hem leveren. Alleen op een iets explosievere wijze. Half hartje. Oké, guys. Misschien is dit het juiste moment om even op onze tellen te letten. Vroeger snapte ik nooit wat mensen daarmee bedoelden. Maar ze bedoelen er geloof ik mee dat je wat voorzichtiger moet zijn. En iets genuanceerder. En een beetje moet nadenken bij de dingen die je zegt, doet en wilt. Oké. We gaan door naar het volgende. En dit is misschien wel een van mijn favoriete dingen. Ja, het is inderdaad wat ik dacht dat het zou zijn. Ik heb natuurlijk de mapmaker wel een paar toespelingen gedaan van wat ik hoop dat erin zou zitten. Dit is een soort van dingetje in Minecraft wat ervoor zorgt dat niet alleen een speler een skeleton vorm heeft, niet alleen een paard een skeleton vorm, maar dat elk soort bekende Minecraft mob, dus niet echt letterlijk elk soort, maar in ieder geval de oudere, dus bijvoorbeeld de kip, de koe, het varken, dat die ook een skeleton vorm hebben. En ik ga jullie exact laten zien wat ik daarmee bedoel. Aanschouw de enige echte koe-skeleton. Kom hier! Dit is dus hoe een koe-skelet eruit zou zien. Of wat dacht je van een kippetje? En het leuke is dat hij je geloof ik niet aanvalt. Nee, het is eigenlijk precies hetzelfde als de kip hoe die is. Net zoals een koe hoe die is. Alleen dan gemaakt van bot. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Sorry, maar jij moet aan de kant. Ik zei jij moet aan de kant. Oké. Wat? Wat ben jij voor kip? Kom hier! Nou. Jongens. Oké.
Dit duurde serieus net even iets te lang. Een biggetje. Dit vind ik persoonlijk wel echt de allerschattigste. Hé, blijf hem af. Hé. Ik wil zeggen dat je schattig bent. Ja, inderdaad. Dit vind ik persoonlijk wel een van de allerschattigste van allemaal. En ik weet niet hoe het kan dat ik die koes zo snel inmaakte. Want ik moet zeggen dat deze nog best wel lastig in te maken zijn. En de allerlaatste skeleton mob, dat is de enige echte. Mehehehehe. En voor de mensen die niet weten wat voor taal dat is Schapiaans voor... Hoi buitenwereld, doe een like op de video. Nee, dat is Schapiaans voor alsjeblieft vuur geen pompoen af. Sorry, ik moet wel! Ja, dit is awesome. We gaan terug naar de kist om te kijken wat er nog meer in zit. Oh ja, dit is heel erg interessant. Creepers. Creepers in Minecraft hebben een bepaald soort doel. En dat doel dat heeft best wel te maken met zeg maar... Dat is geen scheetje. Kan een scheetje zijn, maar dan heb je echt iets verkeerds gegeten. Creepers staan bekend om explosies. Maar met deze Minecraft mod zorgt dat ervoor dat het anders verloopt dan normaal. Check dit. Creepers exploderen door middel van confetti. Je hoort het goed, jongens. Creepers zijn niet meer gevaarlijk. Misschien haalt het wel heel Minecraft ondersteboven. Want let's be honest, de creeper is wel iets waar Minecraft onbekend staat. Maar goed, ik wou het jullie even laten zien. Nu komen we aan bij iets wat ik als Pokémon-liefhebber echt kan waarderen. Iedereen maakt het wel eens mee dat je een villager ziet waarvan je denkt, die wil ik houden. Ben ik de enige? Oké. Met dit wapen, oftewel, ik weet eerlijk gezegd niet hoe we het beste kunnen noemen. Een mob capture device, oké, weet je, veel te lang. En laten we het een kooiwerper noemen. Kunnen wij, als het goed is... Serieus? Waarom werkt het niet? Door te werken! Ik hoor als het goed is nu die villager te kunnen vangen. Villager, come on, man! Ik heb een villager gevangen. In deze pokeball zit een villager. En ik kan hem dus ook weer vrij laten. Oké, dat is eigenlijk best wel heel erg flauw. Maar dit is dus hoe het werkt. En dit is niet alleen iets wat je bij villagers kunt doen. Dit zou je bijvoorbeeld ook bij een koe kunnen doen. Ik heb nu een koe gevangen. En als ik nou bijvoorbeeld echt heel erg naar ben. En dat ben ik op sommige momenten misschien wel een klein beetje. Dan kan ik de koe dus letterlijk op elk gewenste plek weer loslaten. Ik ben niet de aardigste. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd, jongens en meisjes. Zouden wij bijvoorbeeld de Wither kunnen vangen? In zo'n soort van pokeball. En als ons dat zou lukken, zouden we de Wither dan ook daadwerkelijk weer ergens los kunnen laten? We gaan het nu alvast proberen. We hebben de Wither gevangen. Oh, dit is echt geniaal. Want als wij dus nu, en ik weet niet of dit werkt, maar als wij dus nu gewoon een soort van wither kooi maken, zouden we hem daar dan weer in los kunnen laten? Oké, wacht, dit wil ik echt zien. Zou dit bij de Ender Dragon kunnen? Zouden wij letterlijk de Ender Dragon kunnen vangen als een soort van Pokémon? Oké, wacht. Ja? Oh, jongens. Guys. We hebben de wither gevangen. Hij killt zichzelf. Hij killt literally zichzelf. Ik ben er vandoor. Met mijn super speciale ring. Wow. Guys. Dit is misschien de reden waarom je verstand moet hebben van teleportatie voordat je het gebruikt. Ik ben zo snel aan het teleporteren. Dat ik letterlijk alle kanten op ga. Ik ben uit Minecraft geteleporteerd. Ah, nu ben ik er weer. Oh, jongens toch. Wat? Guys, ik ben in the middle of nowhere, maar toch heb ik een piratenschip gevonden. Is dat geluk of zo? Is dat beginnersgeluk? Is dat gewoon echt geluk? I don't know hoe je het wilt noemen, maar hey. Dit is awesome. Ik heb een geheime schatkaart gevonden. Dus misschien is dat iets waar we ooit eens een keer naartoe moeten gaan. Laat een like achter op deze video als jullie dat willen. Ik heb letterlijk een schatkaart gevonden, dus als ik zou willen...
zou ik richting die schat kunnen reizen om te kijken wat het mij oplevert. Doe een like als je dat wilt zien. Ik kan natuurlijk wel een beetje in de wilde weg teleporteren in de hoop dat ik misschien dichter bij die schat kom. Nee, het lijkt me niet te werken. Wow, ik ben wel bij een supermooi dorpje. Wat? Guys, wat gebeurt er allemaal? In één video gebeurt er zoveel hectisch. Oh, dit vind ik fantastisch. 3, 2, 1. Bedankt voor het kijken. Adios.